In het Drentse dorp Sleen stond jarenlang een oude, knoestige eik bij de ingang van de toren van de kerk. Een gewone boom, zou je denken, zoals ze altijd en nu nog steeds om de kerk staan. Echter stevig vastgeklemd tussen de dikke wortels van deze bijzondere eik bevond zich een steen. En niet zomaar een steen, nee, een steen zoals de vroegere bewoners van deze streken lang, lang geleden gebruikten om hun bekende hunebedden mee te bouwen. De legende wil dat deze uitzonderlijk grote steen uit de tijd komt dat er nog reuzen woonden in Drenthe, zoals Ellert en Brammert. De steen was eigenlijk bedoeld als wapen, als kanonskogel zo je wilt. De inwoners van Sleen waren namelijk erg jaloers op de Emmenaren, wiens toren hoger was dan de hunne. Zouden die Emmenaren wel krijgen? Ze huurden het ertoe een reus in. Deze klom met een enorme steen in zijn zak in de toren van Sleen, om van daaruit de steen zo helemaal naar Emmen te gooien en die toren met de grond gelijk te maken. De reus slingerde de grote steen woest in het rond om hem voldoende vaart te geven. Maar voor hij hem los kon laten, greep de grote eik de steen en liet hem voor de ingang van de kerk vallen. Hij hield hem stevig vast met zijn wortels. Nu, vele eeuwen later, leeft de oude eik helaas niet meer. Maar nog steeds houden zijn dode wortels de grote steen in een ijzeren greep. Of eigenlijk, in een houtgreep.